Alsjeblieft. Goedemorgen. Dankjewel. 'S Ochtends doe ik echt de goten schoonmaak. Doe ik alles heel uitgebreid. En daarnaast is het natuurlijk gewoon een kwestie van goed bijhouden. Krijg je wel eens van die mannen natuurlijk die zeggen van, kan je even helpen? Ik mag niet zwaar tillen. Wel goede humor ook. Ja, maar je moet wel een beetje kijken bij wie. Lekkere druiven! Ik hou van de Mart. Ja, de Mart is zeg maar, heb je een haat-liefde verhouding mee? Ja. Ja. De ene dag haat je ze allemaal en de andere dag omarm je ze. Maar hij zegt alleen het grasmat is het beste. En Ado daarnaast, Menk? Ook van Noor. Van wie? Weg ermee, mijn Ado. Ook weg ermee. Ja, weg ik... mijn Ado. Hoe kan mijn Ado? Vrolijke Henk komt iedereen wakker schudden met het laatste nieuws van de dag. Het is maandag. Marktdag, 6:30 in de morgen. En de opbouwfase van de kramen is begonnen. Elke marktdag weer het uitstallen van de waar en ieder met zijn eigen presentatie. Als eerste raak ik in gesprek met de mevrouw van de grote maten. Voorheen had zij algemeen ondergoed, maar nu enkel grote maten. Nu wel. Oké. Ja, want ik kreeg klanten, vooral ouderen. En die waren altijd op zoek naar grotere maten. En dat gaf me weer het idee eigenlijk om toch grote maten te verkopen. Vooral met ondergoed. Dus dat bleek goede handel? Ja, ja toch wel. Ja. Ja, elke dag, zeg maar, rond 3 uur ga ik mijn bedje uit. Dan ga ik naar de veiling. Dan ga ik handel kopen. En dan rond 5 uur ben ik hier en dan ga ik uitpakken. Maar dan maak je flink wat uren, hè? Ja, maar ja, wij zijn het gewend. Ja. Weet je, ik doe dit al vanaf mijn 14e. En we kennen niks anders. Dus dat is heel simpel. Ja, nee, maar zeg je lijf niet af en toe van de ho-ho? Jawel, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Tuurlijk. Weet je, ik heb wel heel erg last van mijn rug en zo. Weet je, maar ja, ik ken niks anders, dus dan ben ik ook gewoon klaar. Kijk, ik was laatst in de supermarkt en dan gaat het best wel hard met de prijzen. Klopt, klopt. Dat ga je nu hier veel vaker zien. Weet je, mensen die vroeger in de supermarkt komen, die komen nu hier gewoon vanwege de prijzen. Weet je, dat zeg ik al. Een doosje frambozen voor 3,49, wat hier een eurotje kost. Ja, dat gaan de mensen gauw door hebben natuurlijk. Ja. Dus, en dan komen de mensen gewoon vaker hierheen. Heb je zin in vandaag? Heb je zin vandaag? Feel like working today? Ja. Oké. Okay. Schoenen. Shoes. Morgen. Zo, schoon water. Anita is de toiletjuffrouw van de Haagse Markt. Even kijken. Ze is al vroeg open voor de eerste plas en de eerste poets. Wat, hoe laat begin je? Ik begin 's ochtends 7 uur. Ga ik open, want er zijn natuurlijk al heel veel marktlui die dan al met de groenten alles uitpakken. Die zijn nog vroeger. Ja, en als ze naar de wc moeten, moeten ze toch terecht kunnen. Dus dan begin ik al. Zo vroeg ben ik er al. Ja, dus je zit in het marktritme, zeg maar, van iedereen? Ja, dat wel. Ik sta wel ook wel heel vroeg op, ja.
Maar dat sta ik sowieso altijd wel, hoor. Ook in mijn vrije tijd. Ja, ben je eraan? Ja, ik ben echt een ochtendmens. Dus voor mij komt het wel goed uit. 'S Middags kak ik een beetje in. Oké, ja. Even mijn doekies. En dan veel poetsen, 's ochtends al? Schoonmaken? Nou, oh ja, ik ben 's ochtends doe ik echt de goten schoonmaken. Doe ik alles heel uitgebreid. En daarnaast is het natuurlijk gewoon een kwestie van goed bijhouden. En we zijn wel een van de schoonste toiletten, hoor, dat kan ik wel zeggen. Ja, het ruikt lekker. Je mag het ook wel checken. En ik hoop dat de meesten ook komen checken natuurlijk. Maar ja. De meeste vaste klanten die weten het wel. Ik heb echt wel vaste klanten ook die echt gewoon hier komen. Ja. Ja. Alsjeblieft. Goedemorgen. Dankjewel. Want er wordt wel eens wat gevraagd. Krijg je wel eens van die mannen natuurlijk die zeggen van, kan je even helpen? Ik mag niet zwaar tillen. En die heb je natuurlijk ook erbij. Ja. Maar... Wel goede humor ook, dus? Ja, maar je moet wel een beetje kijken bij wie. Okay. Niet iedereen kan het hebben. En mensen van buiten de stad, die zijn niet echt allemaal dat Haagse humor gewend. Wat wel fijn is, vind ik dan, van de Haagse markt. Sorry dat ik heen en weer loop, hoor. Nee. Wat ik dan weer fijn vind, dat is dat je gewoon jezelf kan zijn. Gewoon, als je plat praat, ja, dan praat je plat. Weet je wel, sommigen vinden dat gewoon ook leuk. Kijk, ga je dus maar in de winkel gaan staan, dan moet je een beetje wat netter gaan praten. Nou, dan kan ik misschien 5 minuten en dan val ik weer terug. Dus hier is het gewoon fijn dat je jezelf kan zijn. Dat vind ik. Ja. Ik hou van de markt. Ja, de markt is zeg maar, heb je een haat-liefde verhouding mee. Ja. Ja. De ene dag haat je ze allemaal en de andere dag omarm je ze. Hallo meneer, komt u binnen? Ja, goedemorgen. Dankjewel. Mevrouw, kan er wat terug? Nee, is goed. Oh, dankjewel. Dit is Herman, de kat van de Haagse Markt. Hij leeft al 15 jaar tussen de kramen en bij een aantal is hij vaste klant. Herman. Ja. En dit is ook zijn slaapplaatsje? Ja. Nou, de laatste tijd niet meer, hoor, want ik denk te veel kinderen. Oké. Dus hij zit nu meer bij Jan, bij de fotograaf, zeg maar. Daar krijgt hij ook zijn eten van Jan. Heeft hij een goed karakter? Ja. Ja, is heel lief. Mooi, hè? Herman. Herman. Kom maar, wat is dat allemaal? Op de film, jongen. Ja. De film. De hele winkel strijken? Nee, dit is voor een klant. Ze komt hem zo ophalen, dus. Het is netter als die gestoomd is. Ja. Vind ik. Ja, zeker. Dus je werkt op bestelling ook? Ja. Gaat het goed met de kleding op de markt? Het gaat heel slecht. Oh. Mensen hebben weinig te besteden. Alles is duurder geworden. Ja. Dus kleding is momenteel een luxe. En dan hebben we de roze doekjes voor de toiletten. En dan hebben we blauwe doekjes voor de wasbakken. Want dan ga je natuurlijk niet met je doekjes van de toiletten overheen. Dat is smerig. Dat moet je gescheiden houden. Dat hou je gescheiden, ja. Waar ben je bezig? Nee, kom maar gaan hoor. Ja, dank je. Dus dat. Doei doei, fijne dag hè. 13, 14, 15, 16. Goedemorgen. Niet roggelen, geen neus snuiten, niet jezelf wassen. Bij drukte heeft dan de marktpersoneel voorrang. En 2 personen in toilet is 2 personen betalen. 3 in toilet is 3 betalen. Je zou zeggen wel een rare... Wat raar dat je dat opschrijft, maar ik heb wel eens gehad en dan wilden ze met z'n 4 naar binnen, zo'n gezin. En dan zeiden ze, ja, maar we trekken dan maar 1 keer door. Ja, hoe verzin je het? Maar oké, dus je moet het wel opschrijven allemaal. Ja, ja, ja. Niet dat ze het allemaal lezen.
Maar je hebt hier heel vaak dat ze dan zeg maar inderdaad de neus gaan legen, gaan roggelen, voeten wassen. We hebben wel eens dames gehad die deden de rok omhoog en dan gingen ze de doos wassen. Dus je moet echt wel wat zeggen ervan. Echt. Ja, het is... moet in de gaten houden. Ja. Ja. Dan zeg ik, ja, dat doe je maar thuis. Ik ben geen badhuis. Goedemorgen. Dankjewel. Morgen. Merci. En sommigen vinden het nog wel eens te veel, hè? 50 cent. Nou, overal betaal je al 70 cent en een euro. Maar ja, in zo'n wijk als hier is het natuurlijk... 2 keer 50 cent heb je toch al een heel brood voor of zo. Dus dan houden ze vaak de plas op. Dus ik moet het wel van de mensen vaak hebben van buiten. Ja. De mensen hier uit de buurt die gaan natuurlijk zoveel mogelijk thuis plassen. Die zijn zo zuinig. Ja. Ja. Maar ja, dat, als je dan... Je... Meneer, buurman. Buurman, joehoe. Hallo. Nou, heb ik jou vorige keer ook al gezegd. Vorige week heb ik jou ook gezegd niet doen en je doet het weer. Dus zei je sorry. Nee, nou weer sorry, dus de laatste keer. Ja, precies dezelfde. Nee, jij. Nee, ja, dat was jij. Nou is het de laatste. Luister wat ik. Nee, luister wat ik zeg. Dit is de laatste keer. Als je het volgende keer weer doet, hoef je niet meer hier te komen. Ga je naar een andere wc. Rondom de markt in Transvaal is het maandagochtend druk bij het ontbijt van de meeuwen. Aanbod genoeg, want het afval wordt naast de containers neergezet. Lekker. Ook vlak naast de markt, in de Herman Kosterstraat, moet een heel leger aan blazende vuilopruimers aan de bak. De markt is open op maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag. En de zaterdag is de drukste dag. Dat betekent bezoekers van buiten, plus de mensen uit de wijk. Ja, ik woon hier een straat vandaan. Dus het is eigenlijk mijn supermarkt. En het is gewoon allemaal super betaalbaar hier. Het nadeel vind ik wel is dat je hier dan een bak hebt en dan moet je dat gelijk kopen wat erin zit. Dan kan je niet zelf selecteren wat je wilt. Bij sommige kramen heb je dat wel. Maar het is voor de tijd waarin we leven echt een hele betaalbare plek om naartoe te gaan. Hallo, het zijn de laatste 1 hier ook genoeg. Appelen, mandarijnen, lekker eten, halloween. Zaterdag is een dag van B-klanten. Van mensen die dus iedere week s'avonds morgen lekker een boodschapjes komen doen. En hebben wij tot een uur of 2, 3, dan blijft het knap druk. En dan hebben sommige jongens die willen dan van de handelshof. Ja, ik ook natuurlijk wel, maar niet alles van euro en kilo. En dan zien de mensen erop vliegen. Lekker warm en lekker bekken, mensen. Ik heb de 3 voor 7 euro'tjes. Alles lekker vers gebakken. Jawel, alleen maar lekker eten. Wil jij voor je dames? Ik ga gelijk aan de... Ja, en ik breng gelijk de schouw op. Hij schat, zeg maar. Het is hard werken. We worden gesneden voor je. Ja, maar wel gezellig. Ja. En doe je het alleen op zaterdag of niet? Nou, eigenlijk sta ik hier niet vast. Maar deze sta ik van mijn schoonzusje. Dus ik kom even helpen omdat het best wel druk is. Hoe gezellig is dat? Ja, ik moet wel zeggen, ik heb het wel 7 jaar al gedaan. Nog één, hè? Dus het is niet mijn eerste dag. Nog één toets, niet hetzelfde. Waarom sta ik op de markt? Ja, ik... Ja, dat is eigenlijk als een vakantiebaan begonnen. Toen was ik 15, 16 jaar en ik ben nu 36 jaar. Het is gewoon leuk. Ja, ik vind het gewoon leuk. En ik doe het al zo lang. Ja, ik ben gewoon heel de dag ben je druk met mensen. Het is hard werken, maar ja, ik weet niet, het heeft me altijd gewoon geraakt, de markt. En elke keer ging ik toch wel terug naar kantoor, maar... Elke keer weer terug naar die markt. Ja, ik weet niet wat het is. Maar hartstikke leuk. Dus ja, is gewoon... En ik ken het ook heel goed. Ja. Dat zeg ik gewoon heel eerlijk. Ik ken het heel goed. Dus dan vind je alles eigenlijk wel leuk, als je het goed kan. Kijk eens, schat. 4 hele verse haringjes. Van de kampioen hier. Kijk eens. Ja, dankjewel. Kijk eens, darling. Hele fijne dag. Nee. Kijk eens, darling.
€2. Dankjewel, wijfie. Drie stuks, mevrouw. Laten we het zo maken. Vier. Ja. Moet ik ze schoonmaken voor u? Zo maken. Ook bakken? Niet. Dat is een Ik koken met water. Water. Eerst koken? Ja, eerst koken. Met water, met zout erbij. En dan deze moeten schoonmaken. En dan bakken. Een beetje peper, bak, onions, alles. Vis en schaaldieren. De kleurrijke sensatie van de Haagse markt. En iedere groep die heeft zo zijn eigen visvoorkeuren. Marokkaanse mensen, dan moet je even meelopen. Een beetje van alles. Natuurlijk, iedereen is anders. Maar dan moet je vooral hier naar kijken. Een kleine vis die gebakken wordt. Vis voor in de oven of in de tagine. Iets wat we niet altijd hebben. Mooie groeper. Voor de liefhebbers. Hebben ook mooie dorade rouge. Voor de liefhebbers ook. Ook niet iets wat je overal kan krijgen. Voor de Surinamers hebben we heerlijke krabbenpoten en krabbetjes. Daarnaast hebben we ook botervis, een beetje van alles en nog wat. Dat zijn allemaal producten die we importeren. Dus die komen bevroren binnen. Van alles en nog wat. Schelpjes, die leven allemaal nog. Dus even kijken, om te laten zien. Zie je dat? Dan weten de klanten dat het echt vers is. Ja. Even kijken, wat hebben we nog? Kreeftjes natuurlijk. Super vers, beter dan dit kan het niet. Ze leven nog. Ja, ik zie je. Yep. Even kijken, wat hebben we nog? Blue crab, levend. Zo'n blauwe pootje. Joppa. Ja, kunnen ze bijten? Zeeuwse oesters natuurlijk. Ja, ja, ja. Voor de mooie gelegenheid. En ja, ik zou niet weten. De jumbo garnalen bijvoorbeeld ook. Het is ook niet iets wat je elke dag eet. Ja, tenzij je veel geluk hebt in het leven. Want er zijn niet veel Nederlandse visboeren meer? Nee, niet meer. Een aantal jaar terug was het anders. Was het hier naast van de Nederlander bijvoorbeeld. En de middelste 2-3 zaken waren ook van de Nederlander. Ja, nu is dat niet meer zo. Allemaal Marokkanen. Ja. Goed in de vis. Ja, we doen het goed. Zeker. Ja, maar het is ook hard werk. Het is niet het soort werk die iedereen wil doen, zeg maar. Here you go. Thank you very much. Enjoy it. Yeah, you too. See you. Hey. Lekkere druiven! Lekkere vitamine, jongens. Oh, lekker hoor. Alsjeblieft. Ja, mag. Dochter. Dochter? Ja, moet ik even wachten tot uw dochter er is? Oké. Nou, ga ik er nu weer één doen. Die is 1 euro per meter. Ja, beter. Eén tel, dan doe ik even een gedichtje en dan ga ik daar naar meten. Hij dendert een draak door het doolhof van mijn denken. Hij blieft geen lof, hij ruïneert het hof. Hij neemt alles onder vuur, van krant, radio en tv. En ben ik hem zat op ten duur, dan scherm ik met mijn scherpzinnigheid en steek daar de draak mee. Nou, dat was hem. Lekker druiven! Precies 3 euro. Lekkere druiven, lekkere druiven! Op het eind van de dag, op zaterdag na 4 uur, is iedereen eigenlijk moe, maar het tempo gaat weer omhoog, want de markt moet nog 1 keer verkopen. De verderfelijke koopwaar moet er allemaal uit en de prijzen gaan naar beneden. 2 bakken €, 2 bakken €. Andere kramen zijn leeg, klaar en daar begint de opruimfase van de dag. Als je geen kans krijgt, moet je even met maken.
Geloof in jezelf en nee, je bent niet alleen. We komen vandaag naar. We hadden dromen, dus we konden niet slapen. We komen vandaag naar. Ik zong voor al die donkere dagen. Maar zeg, waar is het misgegaan? We gooien niet met horloges, maar de tijd vliegt. Om jezelf te maken moet je eerst bestaan. Geven wat je krijgt, krijgen wat je ontvangt. Waarderen wat je hebt, zolang je strijdt wordt je man. Leren van je les, niet bezwijken door de angst. Dit is meer dan een succes, dit is meer dan verleid. We zitten uit de patroon, we zijn zuiver en schoon. Ik was gewoon buiten, nee, buitengewoon. Ik was keer in de wijk, nu schijnt het licht als je kijkt. Uit je zweef in mijn lijf, ik leef mijn uiterste droom. We komen van dark nights, geen licht in de stad. We komen van ver, maar we gaan er niet heen. Als je geen kans krijgt, maar je wil het maar. Geloof in jezelf en nee, je bent niet alleen. We komen vandaag. Nee. De dromen dus ook wel in die slaap. We komen vandaag. De zaterdag is bijna klaar en als de vismannen het ijs wegscheppen, wordt er iets verderop in de Hollandse kroeg het levenslied al gedraaid en gedanst. Want het weekend kan nu pas echt beginnen. Hoop ik weer net met een